Ja, gamification is iets wat mij eigenlijk al jaren boeit. In 2007 al met serious gaming. Kijken van hoe kun je. Ik ben zelf al veel langer fanatiek gamer. En om te kijken van hoe kun je games nou toepassen in werksituaties. Dat is volgens mij uniek. Het filmpje wat ik heb toegestuurd over van Gabe, wat hij bij Google vertelde over gamification, is erg enthousiasmerend. En wat je daar eigenlijk in ziet, is van hoe kun je nou elementen uit games pakken en die gebruiken om het te gebruiken in websites, maar ook in gewoon het dagelijkse werk, om het werk gewoon wat makkelijker en wat meer fun te maken voor mensen. Bij ons in het bedrijf hebben we het nieuwe werk natuurlijk een aantal jaar geleden geïntroduceerd. En ook daar proberen we steeds meer met game elementen het werk makkelijker te maken. Een van de voorbeelden die ik wel aardig vind, bijvoorbeeld wat ook hier in Utrecht met de Universiteit van Utrecht, Mark Overmars en zo aan het bekijken zijn, is van wat je bij gamification, bij games ziet, is dat mensen elke keer worden uitgedaagd om een hoger level te gaan halen. En dat level moet aansluiten bij de ervaring die ze hebben met het spelen van het game. En dat wil je eigenlijk in het bedrijfsleven ook. Dat mensen zich steeds meer ontwikkelen en het werk wat ze doen steeds meer past bij de ervaring die ze hebben en de uitdaging die ze aan kunnen. Dus om die connectie te maken, kijk van hoe zitten die game rules nou in elkaar? Kun je dat nou vertalen in bijvoorbeeld performance management of in het beter laten opleidingstrajecten van mensen? Dat is super boeiend. Dat vind ik leuk. Wat je nu al steeds meer ziet ook, is dat er natuurlijk ook gelukkig meer onderzoek gedaan wordt. En dat je ook ziet de dingen die niet werken met gamification. Het is dus niet een panacee voor alle zaken om je heen. Het werken met badges en zaken die, wat je steeds meer ziet bijvoorbeeld met Groupon en Foursquare. Dat heeft ook, wat je daar ziet, is dat het vaak een soort externe motivatie geeft voor mensen. Wat je eigenlijk wil, juist door het inzetten met gamification, is dat ze intern gemotiveerd zijn. Dat die motivatie vanuit hunzelf komt. Ik denk dat gamification ook sowieso werkt bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. Hè. Dus niet alle mensen vinden het spelen van spelletjes en het elke keer uitgedaagd worden en verder het competitie-element ook leuk. Ik denk dat het wel zo is, mensen die dat leuk vinden, dat die wel gevoeliger zijn om op die manier aangesproken te worden. Dus als je dat in je website of in je online dienstverlening kan meenemen, dat dat zeker werkt. Maar je hebt gelijk, het werkt zeker niet voor iedereen. En wat ik al zei, van het is soms een heel tijdelijk effect. Dat het heel eventjes werkt voor mensen. En ik was een tijdje terug in New York. Wat je daar wel ziet met de nieuwste trends in de bankaire wereld, is dat al die loyalty programma's heel erg nu werken met punten en met badges. En je ziet, het is nu... Het komt nu echt heel wat over iedereen heen gegooid eigenlijk. En ik denk dat inderdaad, dat is gewoon meer een trucje aan het worden dan dat het echt werkt.